Wat loopt hier nu juist mis? Want het is niet schaalbaar of houdbaar om gewoon altijd je groeipercentage ook in je leads uh, um, door te trekken. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is sowieso de basis. Dan denk ik dat het interessanter is om in plaats van uh, meer budget en meer marketing te gaan doen om die doelstelling te verwezenlijken. Even op de pauzeknop en uh, dieper graven: oké, okay, uh, hoe zitten onze winpercentages vandaag? Hoeveel kunnen we omzetten naar een uiteindelijke uh, klant? Um, zijn we met de juiste mensen aan het praten? Want de, de, stel je voor dat je die, van die eerste 300 dat je zou binnenhalen, of die eerste 200 in, in, in je voorbeeld, mm -hmm. um, dat die wel min of meer kwalitatief zijn, maar dat je dan artificieel uh, die, 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 uh, nog eens er 200 gaat bijpompen, waarvan dat de kwaliteit dan minder is, maar je u je 400 wel. Dan ben je even ver van huis, want dan moeten meer gaan opvolgen. En dan gaat het waarschijnlijk uh, in verhouding daar nog eens ja, daar minder uithalen dan op je eerste 200. Mm. Dus een heel andere discussie dan gewoon volume pompen en, 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 en meer MQL's of meer contacten, want daar gaat u totaal op vergalopperen.